Yves Van Malen, 25 jaar onderzoeksrechter en de laatste jaren ook correctioneel rechter in Veurne. Maar begin dit jaar komt hij in opspraak. Cannabisboer Geert de Brabander zegt dat hij de rechters in Veurne heeft omgekocht via zijn advocate Sabine Wullus. Die heeft goede contacten met rechter Van Malen. Ik zeg, ik kan dat allemaal erin, maar dan ga je wel 10.000 euro per rechter kosten. Dan gaan er 2 of 3 zijn die daarover beslissen. 2 of 3 man die daar zitten. De advocaat van Sabine Wullus ontkent dat, maar de getuigenis van de Brabander is niet de enige. In Telefact spreken voor het eerst verschillende getuigen over omkoping in de rechtbank van Veurne. Ik heb ooit van een advocaat uit de balie Veurne een postietje gekregen met het privéadres van een rechter die zetelt in de rechtbank Veurne. Waar ik kon een vonnis krijgen op bestelling tegen betaling. Hoeveel mensen kent u die betaald of geschenken hebben gegeven? 1, 2, 3, 4. Zekers. Van 4 mensen bent u zeker dat ze of betaald of geschenken hebben gegeven aan meneer Van Malen? Ja, zeker. Een cruciale klokkenluider is Johan van Blaren, nu met pensioen, maar als politiecommissaris jarenlang bezig met informatie verzamelen in het criminele milieu. Ik ging normaal geen interview afleggen, maar ik vond het mijn plicht, nadat uw programma verboden was, om dat toch te doen. Omdat je ziet hoe ver dat sommige mensen hun macht gaat. En we leven nog altijd in een democratie, denk ik. Ik vind dat hij te ver gegaan is. Ik heb nachten niet geslapen soms. Wat ga ik daarmee doen? Rechter Van Malen wilde zelf niet voor de camera reageren op de beschuldigingen. Dit is zijn enige geschreven reactie via zijn advocaat. Mijn cliënt heeft in zijn 27-jarige loopbaan steeds plichtbewust gehandeld en ontkent met de meeste klem zich ooit schuldig gemaakt te hebben aan enige vorm van omkoping. Mijn cliënt werd hierover trouwens nooit verhoord, laat staan in verdenking gesteld. Het parquet-generaal in Gent heeft Van Malen vorige maand wel in verdenking gesteld wegens heling, afpersing, valsheid in geschriften en fiscale inbreuken. En er loopt een tweede onderzoek over omkoping van magistraten. De verklaringen van Wietboer de Brabander spelen daarin een rol. Hij heeft een opname van een gesprek tussen zijn vrouw en zijn advocaten over omkoping. Bij hem, Jan de Mooi, op het einde van december komt de bloemkar gehaald om weggekust om die andere vredes te lopen. Wat dat goed is, is dat voor jou. Wanneer moet dat? Dat gaat van de week. Het dossier over omkoping is nog in onderzoek. Rechter Van Malen geniet het vermoeden van onschuld. Midden vorig jaar is hij met vervroegd pensioen gegaan.